Van Ace Michael David Passy. Michael, je hebt in het nachtleven al meer dan bewezen. Is dit toch een nieuwe uitdaging? Elke nieuwe uitdaging is een nieuwe uitdaging. Dus, maar dit is vooral mijn uitdaging momenteel. Het is een concept waar ik 100% zelf achter sta. Volledig zelf mee begonnen ben. En ja, het is mijn uitdaging eigenlijk. Ik sta hier naast Matthias en Christophe, professionele pokerspelers van PokerStar. Wat brengt jullie hier? Wel, kort gezegd, Michael David Passy natuurlijk. Iedereen kent hem wel. Hij vertelde ons dat hij een nieuw concept begon. Een nachtclub waarin dat hij zijn twee passies, het nachtleven en poker, wil combineren. Dus als er dan een grote opening is, dan moeten we daar gewoon bij zijn. Hè? En kunnen we Ace nu een club noemen voor pokerspelers eigenlijk? Ah, ik denk het wel. De naam is alleszins heel toepasselijk. En sowieso in de pokerwereld heerst dat uitgaan en dat nachtleven ook wel. Onze job is vrij stresserend, dus dan is het wel fijn om hier gewoon een beetje stoom te komen afblazen. Ja, dus jullie vinden het concept wel leuk van Ace? Ik verwacht er ook heel veel van, want ik heb met Michael David ook menig uurtjes doorgebracht in Vegas. Dus hij weet hoe het er daar aan toe gaat. Dus, laten we hopen dat hem... Ik ben zeker dat hem er wel iets van gemaakt heeft. En ik kijk eruit om naar binnen te gaan eigenlijk.